Ons avontuur in Los Angeles zit er al bijna weer op, maar niet voordat we natuurlijk nog even een vrijdagavondshowtje hebben opgenomen. Ik zit hier samen met Noe van het zonnetje genieten. Je ziet het zonnebrilletje op. En het is dus tijd voor een nieuwe vrijdagavondshow. Helemaal inderdaad, een nieuwe vrijdagavondshow. Je zult misschien weer zitten met één microfoontje. Dat is omdat de rest van de crew op dit moment bij Disney is voor een tour. Voor de mobiele games, hè? Ja, ja, inderdaad. Een tour om de mobiele games uit te checken van Disney, nog na de E3. Inderdaad, een beetje een post-E3 eventje. De dag erna was een goed ontbijt, scheen ook te zijn. Maar ja, dat is allemaal later. De vrijdagavondshow, laten we eens beginnen. Prijsvragen. Prijsvragen, die hebben we gewoon niet. Ah, dat vallen we tegen. Ja, nou, we zijn natuurlijk in LA, dus is het moeilijk om al die prijsvragen te regelen. Dus zodra we terug zijn, dan zullen ze wel weer terugkomen. Inderdaad, nou, dat hebben we dan dus gehad. Komende releases, die zijn er wel. En als eerste Epic Mickey 2, The Power of Two, komt naar de Vita. Ja, precies. Hij was al eerder op de 360 en de PS3, volgens mij ook de Wii U. Ja. Dus ja, nu komt hij nog naar de Vita. Beetje laat, maar hij was wel goed ontvangen, dus prima game. Ja, inderdaad. Na RPG'tje Neverwinter voor de PC. Ja, een beetje een kleinere gamepje natuurlijk. Wat wel grappig is, is de nieuwe Tour de France game. Nieuwe Tour de France, ik weet eigenlijk helemaal niks van. Ik ben fietsen toch? Ja, maar ik ben niet echt van de sportgames. Dus... Oké. Okay. Ja, in ieder geval het is een beetje een simulatiegamepje als het goed. Je moet je team managen dan en zo, maar volgens mij heb jij er weinig mee. Nee, totaal niet. Maar ja, het zal wel goed verkopen. Ja, ik weet het niet. Moeten we afwachten. Andere beetje gekke sportgame, Ashes Cricket 2013. Ja, wie daarop zit te wachten, ik weet het niet. Ooit kregen we al een vraag van zo'n gast. Die vroeg of we ook reviews gaan doen voor cricket games. Okay. Dus iemand zit erop te wachten. Toch één iemand in de hele wereld die het willen hebben. Waar wel mensen op zitten te wachten, MotoGP 13. We hebben al een tijdje geen MotoGP game meer gehad. Maar nu is hij helemaal terug. Ja, maar ik heb er bijna niks van gehoord, weet je. Vroeger dan waren de MotoGP-spellen, die waren echt heel vet. Die moest je gewoon hebben, die speelde ik ook echt heel veel. En nu, ja, niemand zit erop te wachten, denk ik. Het is een beetje weggevallen. Ja, inderdaad. Er is wel een demo op Xbox Live, PlayStation Network. Dus probeer hem eerst eventjes uit, zou ik zeggen. En dan kun je daar je mening op maken. Ja, inderdaad. En op naar het nieuws, hè. Het nieuws, inderdaad, het is natuurlijk een grote week geweest. De E3 die zit erop en er waren tal van dingen aangekondigd. En ja, het grootste nieuws is natuurlijk, het PlayStation 4 ontwerp is onthuld. En er is een prijs en er is een beetje een release window eind dit jaar. Ja, precies. Ik was bij de conferentie. Ik heb hem echt zien onthuld, live gebeuren. Ja, het ontwerp. Ik vond hem niet echt heel mooi. Nee. Ik moet zelfs toegeven dat ik de Xbox One iets mooier vind. Ja, echt? Die saaie doos? Ja, maar hij is gewoon iets slikker, iets moderner. En deze ziet er een beetje retro-achtig uit op zich. Ja, inderdaad. Ja, ik weet niet. Het is een beetje, het heeft ook zo'n streep er doorheen, zeg maar. Een soort van kruisdesign, dat zit erin. Maar het doet me niet echt veel. Nee, dat maakt natuurlijk ook weinig uit. Want je zet hem onder je console en klaar. Maar wat wel opvallend is, PlayStation 4 houdt €100 goedkoper dan de Xbox One. Ja, inderdaad. En daarom zeggen heel veel mensen gewoon van PlayStation, die heeft hij gewonnen. €100 goedkoper. Weet je, het publiek die ging echt tekeer toen ze dat hoorden. €100 goedkoper. Dus ja, Microsoft die baalt flink. Lijkt me. Maar het is wel, het is een investering natuurlijk voor de komende 5 tot 8 jaar weer, zeg maar. Klopt. Dus op dat gebied, als je een launch console koopt, maakt die €100 dan heel veel uit. Ja, nou, mensen hebben niet zoveel geld, weet je. Iedereen zegt van het is crisis. Ja. En ja, het is natuurlijk niet zo erg, maar ja, toch, het maakt wel uit. Ja, het maakt wel uit, want het gaat natuurlijk ook om de games die dan gekocht kunnen worden ermee. En gamepjes zijn natuurlijk op de Xbox One een paar nieuwe onthuld. Opvallende titels ook. Halo 5 komt eraan, maar daar hebben we nog niet zo heel veel van gezien. Inderdaad, Halo 5. We hadden een trailer volgens mij in een woestijn en met een cape en zo. Wel grappig, want die gast die zit gewoon in zijn pak en dan nog een cape eroverheen. Waar dat op slaat, dat weet ik niet, maar het zag er wel misschien uit. Misschien is zijn pak wel in die sneeuwstorm, gaat het allemaal over ertussen zitten? Ja, dat lijkt me niet. Ja. Volgens mij hebben ze daar wel iets op gevonden in de toekomst. Ja, zou kunnen, maar ja, moet afwachten. Halo 5 gaat dus de toekomst in, maar gaat ook verleden in met een Xbox One titel, namelijk Rise. En die vond ik echt heel erg vet eruit zien. Misschien wel de beste game van de persconferentie. Zou zomaar kunnen, weet je. Rise die was al eerder aangekondigd voor de Kinect. Dat hebben we nu niet echt gezien, iets met de Kinect, maar het is gewoon een heel toffe game. Weet je, in Rome volgens mij, met die Spartans die echt heel zieke gevechten hebben, heel bloederig allemaal. Ja, geen Spartans natuurlijk, dat zijn Grieken, maar de Legionnaires. Ja, precies, die dus. Nou, het ziet er gewoon hartstikke vet uit. Ja, een vechtgame, zulke games die hebben we niet echt op de Xbox. Meestal zijn het de shooters en dit is gewoon heel vet. Ja, waar mij het gelijk aan deed denken, ook met die quicktime events, is natuurlijk God of War. Ja, God of War, maar wel wat realistischer, want je bent niet één gast, je bent geen god, maar je bent echt met je leger. En die andere gasten die helpen echt mee, die lopen mee, weet je. Je kan echt met 100 man, dan gooi je van die spear op die arches, dat is gewoon heel tof gedaan.
Inderdaad, zag er heel erg vet uit. Andere game die ik er vet uit wil zien, Dead Rising 3. Hij is onthuld, hij is aangekondigd. Natuurlijk op de Xbox 360 liet dat eventjes zien, want die console komt met honderden zombies op het scherm en zo. En Dead Rising 3 gaat nog groter worden en we kunnen in auto's die zombies omverrossen. Ja, in auto's, volgens mij kon je eerder op motors en zo, in auto's nu. Hoe groot zal de stad zijn? Dat zou wel leuk zijn als het echt een soort van GTA, richting GTA gaat, van echt open wereld. Ja, ik denk wel dat het enorm wordt als ik het zo een beetje zag. Ook dat uitzicht, zeg maar, over die stad en zo. Ik denk dat het gewoon GTA-size wordt, hoor. Ja, daar zit ik eigenlijk wel op te wachten. Gewoon meer vrijheid. Inderdaad, dus die gaan we zeker krijgen. En ook het wapenscraften, zeg maar, met de kettingzaag aan een bezem of zo. En dan zo ermee om. Dat had je natuurlijk wel al, weet je. Er werd een beetje gepraat alsof het heel nieuw was. Dat hadden we de vorige keer ook. Maar het is hartstikke vet en hopelijk gewoon veel meer combinaties. Inderdaad. Nou, PlayStation 4 die heeft natuurlijk ook wat nieuwe games. Final Fantasy 13 versus is Final Fantasy 15 geworden. Ja, inderdaad. Hij was dus al eerder aangekondigd, maar we hoorden gewoon totaal niks van de game. We waren een beetje bang dat hij was gecanceld. Maar ja, hij komt gewoon naar de PlayStation 4. Ze hebben echt gameplay laten zien en die is echt heel wreed. Weet je, gewoon eindelijk gewoon harde actie. Geen turn-based en van alles en strategisch, maar gewoon echt harde actie. Het ziet er zo mooi uit. Hier zat ik op te wachten. Ja, inderdaad. Het ziet er echt heel erg vet uit. Natuurlijk nieuw Final Fantasy deeltje 15 en weer ook een volledig nieuw deel. Zeg maar. We zitten nu met 13.2 en 13.3, zeg maar. En dit is gewoon een volledig nieuw op PlayStation 4. Ik kan niet wachten. Ik vind het heel vet. Maar nog wel grotere aankondiging misschien was de nieuwe Kingdom Hearts. Ja, grotere aankondiging. We hebben er helaas niet zoveel van gezien. Weet je, ze liet een beetje zien van de remakes van de vorige Kingdom Hearts. En ja, Kingdom Hearts 3, we hebben er eigenlijk niks van gezien, maar we weten gewoon dat die fucking vreed wordt. Ja, dat weten we gewoon, dat ze daar goede dingen mee doen. Kingdom Hearts serie staat natuurlijk onbekend. Wat ook een compleet nieuwe titel was die is onthuld, is The Order. En ja, dat is ook een beetje wel een interessante titel, maar ik heb er ook nog niet zoveel van gezien. Ja, we hebben een beetje CG-beelden gezien, weet je, een beetje Victoriaanse tijd met koetsen en van alles. Maar op een gegeven moment dan komen er allemaal monsters aan en dan wordt het knallen en science fiction. Dus ja, het wordt een leuke hybride van de twee. Inderdaad, nou, dat waren een beetje de grote first party games die zijn aangekondigd. Waren natuurlijk meer, maar we moeten een beetje een selectietje maken. Third party games dan. Een paar hele interessante. Allereerst natuurlijk, iedereen zat erop te wachten bij Electronic Arts. Mirror's Edge 2, hij komt er eindelijk aan. Fate is back. Ja, Fate is terug. Het publiek ging ook echt een keer toen ze zagen van oké, het is Fate. En ja, het zag er hartstikke vet uit. We hebben gameplay gezien, heel harde actie. En vooral het freerunner, nou, dat viel dus een beetje weg, hè. Want je zag veel combat en toch weinig van het freerunner. Daar wil ik wel meer van zien op zich. Ja, ik denk dat ze dat wel expres hebben gedaan. Dat het er wel in zit natuurlijk. Maar gewoon even de actiemomentjes gepakt omdat het goed in beeld brengt. Het is natuurlijk de E3. Dus dan gaan ze echt voor die blockbuster momenten. Dus dat is het gewoon. Ja, inderdaad. Ander blockbuster momentje natuurlijk. Star Wars Battlefront. Er ging al tijden worden rond dat er een derde deel in de maak was. Die was geannuleerd. LucasArts is nu helemaal opgedoekt. Electronic Arts gaat de Star Wars games maken allemaal. En Battlefront, daar gaan ze gewoon mee beginnen. Ja, precies. We hebben ook gewoon CG-beelden gezien. Ja. Het zag er hartstikke tof uit. Iedereen vond het heel vet, want we zitten hier allemaal op te wachten. Maar ja, het is een beetje de vraag, hoe ver zijn die gasten met deze game? Want volgens mij, ja, ze hebben die studio, hebben ze pas in LA opgericht. Dus waarschijnlijk is er gewoon helemaal niks van de game. Ze hebben gewoon lekker aangekondigd, omdat iedereen hem zo graag wil. Ja, ik denk omdat het woord al een beetje rondging, zo denken ze, ja, laat het maar weten en dan wachten ze nou wel op de game. Dan zien we pas over 1,5-2 jaar in de winkels liggen. Ja. En ja, daarnaast is er natuurlijk The Division. Tom Clancy's The Division. En jij hebt hem gezien, volgens mij. Nee, Hugo heeft hem gezien. Ik heb er totaal niks van gezien eigenlijk. Ik ook niet. Dat is een beetje jammer. Maar het schijnt een soort van MMO te zijn. Ja. En Tom Clancy, dus ja, een beetje Rainbow Six-achtig, lijkt mij. Ja, inderdaad, een beetje die kant, maar dan in de multiplayer verhaal. Dus een beetje, wij moeten Hugo er even bij halen om het helemaal uit te leggen dan. En Michael heeft hem ook gezien, volgens mij. Maar het schijnt wel een hele vette game te zijn. Ik hoorde ook Game van de Show verhalen over die titel. Dus dat klinkt in ieder geval goed. Daarnaast, even wat slechte nieuws. Ja. PlayStation Plus is natuurlijk een hele toffe service op de PlayStation 3. Krijg je allemaal gratis games en zo. Maar op de PlayStation 4 wordt het dus verplicht om die PlayStation Plus te hebben om gewoon online te gamen. Ja, ze hadden het een beetje sneaky gedaan. Ja. Ze zeiden het zo tegen de persconferentie van ja, met zonder PlayStation Plus kan je nog steeds singleplayer spelen. Ja, een beetje gekke manier van zeggen. Ja, dus het publiek die viel een beetje stil en die dachten van wacht eens even. Betekent dat we moeten betalen? Maar ja, blijkbaar dus wel. En ik vind het niet zo erg. Ik denk eerlijk gezegd dat ik PlayStation Plus wel zou halen. Ook zonder dat het verplicht was. Maar ja, op zich, dat wil niemand. Gewoon extra betalen om online te kunnen. Ja, maar ja, Xbox doet het ook. Dus PlayStation die komt ermee weg. Ja, inderdaad, een Xbox Gold gaat natuurlijk ook op Xbox 360 in ieder geval geüpgraded worden. Dat je allemaal gratis games krijgt, dat is ook wel grappig. En als PlayStation Plus gewoon de weg zoals nu doorzet, zeg maar, denk ik dat het die paar euro per maand wel waard blijft.
Ja, precies. Het zal gewoon precies hetzelfde zijn als Xbox Live. Ik denk dat de twee steeds dichter op elkaar komen. Ja, er was natuurlijk heel veel meer E3 nieuws en zo. Maar dat hebben jullie een beetje in de reportages voorbij zien komen op de website natuurlijk. Het team thuis heeft echt honderden nieuwsberichten geschreven. Niet normaal. Dus dat kun je daarop opzoeken. Anders wordt deze show volgens mij gewoon een half uur lang. Ja. De recensies dan. We hebben er 3 gepubliceerd afgelopen week. Als eerste Resident Evil Revelations HD. Ja, hij kwam al eerder op de 3DS uit. Ja, en dit is gewoon een poort, een regelrechte poort, maar wel mooiere graphics en zo. En ja, hij heeft een 6 gekregen van Sebastiaan. Blijkbaar, ja, het is een leuke game, maar het is gewoon een poort en niet meer. En daarom heeft hij een vrij middelmatig cijfer gekregen, voldoende. Ja, inderdaad, het is niet heel erg top, maar als je een Resident Evil fan bent in die serie, zeg maar nog steeds de moeite waard. Daarnaast de opvallende titel met een iets hoger cijfertje, Wonderbook Dick's Nightcrawler, ook door Sebastiaan geregisseerd. Ja, het is met dat boek dus, dat boek dat je zo voor de camera kan houden. Het is vooral op kinderen gericht en daarom zei Sebastiaan ook dat hij iets te makkelijk en te kort is. Maar dat past natuurlijk bij de doelgroep. En ja, het is toch een heel leuke game geworden. Ja, en een 7,5, dus dat is een mooi cijfer. En als laatste recensie natuurlijk, we hebben tijdens de E3 week niet zoveel recensies gedaan, omdat het toch allemaal te druk is voor, en er komen niet zoveel games uit. The Night of the Rabbit, door Rox, ook een 7,5. Ja, het is een point-and-click, echt een klassieke point-and-click, weet je. Je komt in een magische wereld en je gaat gewoon puzzels oplossen en uitzoeken hoe je daar wegkomt en van alles. En ja, hij heeft een 7,5 gekregen van Wouter. Leuke van... game. Van Wouter inderdaad. Ja, klopt. Die is ermee aan de slag geweest. Die doet nog meer avonturengames. En het was hem alweer. Het waren alle recensies. En dit was alweer de laatste vrijdagavondshow in ieder geval voor dit jaar. Vanuit het zonnige Los Angeles. We duiken weer het koude en de koude studio in volgende week natuurlijk. En misschien moeten we gewoon voort en buiten gaan doen ook. Dat lijkt me wel hartstikke leuk. Ja, inderdaad. Als het mooi weer is in Nederland, gaan we het proberen buiten wat meer te doen. Misschien moeten we een bootje in de gracht leggen zo, weet je wel. Daar een beetje chillen. Ja. Ja, lijkt me. Gaan we proberen. In ieder geval, dit was hem vanuit Los Angeles, de vrijdagavond. Hopelijk hebben jullie van genoten. En wij zien jullie volgende week weer. Tot volgende week.